Dames en heren, casting director Marianne van Wijnkoop. Dank u wel, lieve mensen. Oh, het is toch een heerlijke show. Het is werkelijk geweldig om hier te zijn, mensen. Oh, dank u. Dank u wel. Maar mensen, voordat ik de winnares bekend ga maken in de categorie beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical, eerst even wat castingnieuwtjes. Dat lijkt me wel op zijn plek. Even jongens, wacht even. Het helemaal niet. Helemaal niet goed. Goedenavond. Oh nee, Erwin van Lamba, doe ik het niet goed? Dames en heren, het is een hele bijzondere avond. Geweldige avond. Maar, dames en heren, moet je voorstellen, ik sta hier achter met een geweldig ballet. Allereerst, er is geen woord van te verstaan wat je zegt. Je klinkt als zeehond. Oh nee! En ten tweede, je bent hier voor een kleine prijs, maar het is wel een grote prijs. Het is een ABB publieksprijs voor een geweldige musical. Excuus! Heel even klaar. En dan het allerlaatste. Dank u wel. Ja. Ja, dank u wel. Ik moet niet meer applaus krijgen dan Joop van den Ende, want dan scheur ik zo mijn pak uit natuurlijk, hè. Marianne, onthoud even, ik wil je nog één ding, dat meen ik echt, want het zit allemaal hier in je stem. Ja. Het zit allemaal hier, Less is more, hè? Ja, dat zie ik. Less is more. Ja, het is goed gelukt. Maar luister, moet ik nu beginnen of mag ik nog die castingnieuwtjes even er doorheen duwen? Nou, als het maar niet zo lang is als Ursel de Geer, hè? Met ons, schiet hem op. Die kon er anders ook wat van. Dik het in, dik het in. Heel goed. We hebben voor een schitterende musical hebben wij nu Mary Borsato in Mary Poppins, mensen. Ja. Ja, het is een beetje gek, maar die heeft een geweldige auditie gedaan. Ja. Vera Mann, Jack van Gelder in Herman Broodroof, de musical. Ja, voordat u gaat applaudisseren, dames en heren, ik hoor hier een beetje cynische toon, heb jij dat ook? Maar ik moet je zeggen, er is dus Vera, hè? En hoe heet die ander? Jack van Gelder. Jack van Gelder, een geweldige combinatie. Het is een beetje als boven Erwin Dorens met SBS. Dat je denkt, wat een geweldige combinatie. Ja. Ik zou een filmpje aankondigen. Waar het om gaat. We gaan door met de genomineerden in de categorie ANWB Publieksprijs. Kleine musical. Was dat goed? Heel goed. Filmpje. Het is zover. Mag ik dit wel doen? Ja, een beetje snel. De winnaar in de categorie ANWB Publieksprijs Kleine Musical. Dames en heren, ik pak graag mijn moment. Heb ik altijd dit. Zoals Erik van Tijn zou zeggen, sorry. De ANWB Publieksprijs, geweldige prijs. Beste van het beste. Kleine musical. Ik hoop niet dat hij valt. Piaf!
Schitterend. Zo. Daar staan we dan. Lief publiek, ongelooflijk bedankt dat wij deze ANWB Publieksprijs voor de kleine musical in ontvangst mogen nemen. 10 jaar geleden zijn Roel en ik begonnen met als kleine musicalproducent en nu staan we hier. En dat we deze prijs winnen heeft alles te maken met de liefde waarmee deze productie gemaakt is door de regisseur, de kapitein op het schip, Eddie Habbema. We hebben met een fantastisch bewerkt script door Allard Blom. Hebben wij een hele nieuwe aanpak mogen maken van dit stuk. We hebben een oude en een jonge Piaf vermengd met elkaar. Daphne Flint was die jonge Piaf. Ik zeg dat recht in de microfoon. En deed dat fantastisch. Maar ongelooflijk bedankt, Roel. Ja, en er is er één vrouw die dat 10 jaar geleden heeft gedaan en net ook al daar weer opnieuw een woord voor heeft gekregen. De vrouw die alles heeft mogelijk gemaakt dat wij hier staan, die ooit op een telefoontje ja zei. En dat is onze eigen Lisbeth. Lisbeth, dank. Dank jullie wel, publiek. Bedankt. Dank. En nu is het natuurlijk wachten op de tv-kantine, de musical. Volgens mij moet die komen.